In 2018 zijn ZPRS Media Groep en ikzelf de Vriendenclub en het magazine Rotterdam Inside gestart. We wilden een magazine maken voor en door de Rotterdamse havenondernemers. De groei zat erin, met het aantal adverteerders, het team, maar zeker ook de kwaliteit van het blad. We hebben besloten om het magazine iets uit te stellen en daarom gaan we nu met een cameraploeg van de filmmakelaar op pad en gaan we bij een aantal adverteerders en vrienden van Rotterdam Inside langs om te kijken hoe het nu met ze gaat. Op deze manier hopen we jullie toch wat inside information te geven die jullie van ons gewend zijn. Vandaag zijn we op bezoek bij Scheepswerf Hogewaard en Machinefabriek Rotterdam. Ik heb zo'n gesprek met de directeur Alwin den Heten en ik ben heel benieuwd hoe het met ze gaat in deze coronatijden. Dus we gaan snel naar binnen. Alwin, dit is pas een scheepswerf. Ik zie volop drukte, mensen aan het werk, personeel lopen. Heb je last van de coronacrisis? Nee, we hebben tot nu toe eigenlijk helemaal geen last ervan. Dus, volop druk? Alles draait door. Echt? Volop werk. Ja, het wordt eigenlijk alleen maar steeds gekker. En wat zijn dan jouw opdrachtgevers? Of jouw klanten? Heel divers. Van particuliere schippers tot binnenvaartrederijen. Van groot tot klein. En ook Jan Salo's bijvoorbeeld. Smitduik. Ook veel jongens uit de haven. En onze machinefabriek. Weer wat ander soort bedrijven. Maar ook schroevenas, roeren, ook weer particulier. Van alles. We staan nu op de Scheepswerf Hogewaard. Jullie hebben twee bedrijven. Ja. Wat doen jullie precies? We hebben sinds een jaartje twee dokken in bedrijf. Dus we doen schroevenas, roeren verbussen. Maar ook lekkages, kopschades. Dat is dan aan de overkant. Ja. We zitten ook nog een bedrijf dat ons wat versterkt. Die zit tegenover ons, daar halen we weer lijkverkappen vandaan. Ja. We zijn nu bijvoorbeeld met een serie van 4 duwbakken bezig om te overkappen en dan komen die na weer 4. Machinefabriek doen we dan eigenlijk alles wat machinaal bewerken is. Ja. En binnenvaart, dat doen we op onze helling, een soort APK-keuringen. Dus dat is bij je auto. Hier aan de overkant zijn jullie met een leuk project bezig, geloof ik. Zag ik van de week bij jou op Facebook en LinkedIn voorbij komen. Ja, dat vertel. Korenpaviljoen, dat kwam via Ubbo Rommerts. Een tekenaar, zeg maar, die kwam met een leuk ontwerp voor het aanbrengen van splitpalen in het ponton. Ja. En het aanbrengen en fabriceren van een kraansteun. En daar zijn we nu mee bezig. Gisteren stond hij op de helling en vandaag ligt hij weer te water. En nu, snel? Zo snel ging het ook niet. Nee. We moesten veel voorbereiden, maar het is een hele leuke klus. En dat zeker. Is dan van de grote koren natuurlijk. Ja. Hebben we wel eens bij Smitduik die borrel op gehad, de haringpart. Weet je nog wel? Dat weet ik nog wel. Juist. Ja, oh ja, dat is een mooie. Ja, dat is toch. En die ligt straks in boompjes, dus dat is wel leuk dat je daar mee mag werken. Ja, wat hebben jullie veel? Zijn jullie veel actief in de Rotterdamse haven of ook echt daarbuiten? Ja, die boten dan van die jongens hier in de omgeving. Dus gewoon de onderhoudsboten met de duikboten. Ja, of de bootjes van Smitduiken. Ja. En veel binnenvaartschepen die rondvaren, duwbakken. De Waalhaven staat aardig bekend als de opslagloods. Ja, zeker. Dus daar hebben we heel veel onderhoud in. Klussen van, ja. Ja. Dus eigenlijk kortom gaat het gewoon... Bij ons gaat het gewoon lekker. Ja. Lekker en vooruitzien de blik naar de toekomst. Ook al is het corona, ziet er gewoon goed uit bij jullie. Ja. Ja, het zal in ieder geval minder efficiënt werken door die corona, maar verder wordt er niet heel erg zenuwachtig van. Nou, dan moeten we het ook gewoon positief houden, toch? Dat is lekker. Dankjewel! Ja, geen probleem.